Het derde hoofdstukje gaat over lengte. En om deze sommetjes goed te kunnen maken, zul je het rijtje van kilometers tot en met millimeters goed uit je hoofd moeten kennen. En ook weten dat elk stapje naar rechts keer 10 is en elk stapje naar links gedeeld door 10. We zullen een paar sommetjes even voordoen. Bij een van de sommetjes wordt gevraagd om 700 centimeter om te gaan rekenen naar meters. We gaan dus van centimeters naar meters. We gaan dus naar links en als we naar links gaan, dan moeten we dat getal delen door 10 en nog een keer delen door 10. Dus 700 delen we door 10, dan gaat er 1 nul af en dan delen we het nog een keer door 10 en dan gaat er nog een nul vanaf. Dus het antwoord moet zijn 7. Bij het volgende sommetje wordt gevraagd om 2000 mm om te rekenen naar centimeter. We gaan van millimeter dus naar centimeter. Van millimeter naar centimeter, dat is één stapje dus naar links. Dus moeten we dat getal, die 2000, delen door 10. Dus gaat er 1 nul van af. Dus houden we 200 over. En dat is dan het goede antwoord. Dus het goede antwoord is 200. En de laatste die ik even voor wil doen met jullie. We moeten 8,5 centimeter gaan omrekenen naar millimeters. Dus we gaan van centimeter naar millimeter. Dus dat is naar rechts. Dus we gaan 1 stap doen en dat is dus keer 10. 8,5 keer 10. Dan schuift de komma altijd 1 plekje op als je iets keer 10 doet. Dus de komma gaat achter de 5 komen te staan. Dus dan is het antwoord dus 85. 8,5 centimeter is dus 85 millimeter. Succes er verder mee.